lekkere light flare. Nou, auto's bij de garage en we moeten nu tijd volmaken. Je mag daar natuurlijk niet wachten. Een nieuwe dag. Het is vandaag dus donderdag en ik heb lekker mijn tafeltje neergezet. En daar ben ik nu lekker aan het ontbijten. Ik ben nog in mijn pyjama. En we gaan dadelijk de banden halen voor de auto. Dus wie is de liefste Mimi van de hele wereld? Dat ga ik nu laten zien. Mimi. Mimi. Ik wil lief. Zo, is op zoek naar haar eten. Nou, als jullie het een beetje in grijs zien, het is helemaal zwart. Kijk. Lief. En daar staat haar medicijntje. De smelten. Want haar medicijntje is omdat ze heeft schildkliermedicatie. Daardoor is ze heel dun. Goedemorgen, het is donderdag. Hij start. Ja, natuurlijk. We gaan naar de garage. Er moeten nieuwe banden op de auto, die zijn binnen. Dus we gaan hem even brengen. En het duurt ongeveer een uur aan anderhalf, zei hij. Dus dan gaan we even naar de Albert Heijn. We gaan meestal naar de Jumbo. En Albert Heijn heeft toch wat andere dingetjes. En die zit daar in de buurt, dus daar lopen we even heen. Normaal vraag ik dat vaak aan mijn moeder. Of zij de dingetjes houdt. Die gaat vaak naar de Albert Heijn. En als zij dingetjes dan van de Jumbo heeft en ze gaat er niet heen, neem ik wel eens weer wat mee. Maar goed, nu ga ik er zelf gewoon even voor kijken. Want we moeten toch tijd voor maken. Mag ik wat vertellen aan de vlog? Wat wil jij vertellen? Ik ging met mijn vader langs mijn oma. Om alleen over de soep te halen en een pak wc-papier, want het stond er niet. Want de jus is er natuurlijk uit, maar oma geeft niet mis op die jus, dus daarom heeft ze gelijk twee gekocht voor mijn moeder. Ja. En toiletpapier is altijd nodig. Bij oma, want toiletpapier, ik heb sowieso liever die van de Albert Heijn, want we hebben wel eens verstoppingen in het riool gehad en die lost beter op. Dus daarmee hebben we geen verstopproblemen meer in de riolering en dat vinden wij heel prettig. Lekkere light flare. Nou, auto's bij de garage en we moeten nu tijd volmaken. Je mag daar natuurlijk niet wachten. Dus ik zit nu lekker op een pleintje in het zonnetje. En Sarah die heeft hier zeg maar, die dingetjes allemaal op de tegels getekend. Dus die is lekker aan het rennen en er loopt hier verder niemand. Dus ideaal. En ja, hopen dat de tijd een beetje snel gaat. Maar ik wil echt een ijsje. Eindelijk. We zijn 3 uur verder, maar ik heb nieuwe banden. Dus we kunnen richting huis eindelijk. Dat is zo fijn. Oh, je bent ook echt even zat. Echt, je hele dag is gewoon weg, maar goed. Is die mevrouw al weg? Voor een goed doel. Ja, we zaten met een hele aardige mevrouw te praten. Al aan de andere kant van de tafel. Dan heb je nog wat te doen. Oh, het staat hier helemaal vast. Ik ben ondertussen aan het koken en Kitty eet hier weer gezellig mee. Hi. En ik spring. Jump. En ik ben lekker kofta aan het maken. En dat is echt zo lekker. Ik vind dat gehakt daarin altijd echt te lekker. Zo, het gaat helemaal los opeens buiten. Echt 2 seconden geleden was het zon. En nu, ik krijg het niet goed op film, maar echt bizar. Nou, en daar is de zon weer. Het is echt zulke daar weer. En de regen trouwens, dat zijn hier stipjes die je ziet op mijn raam. Kitty is weer naar huis, dus ik ga mijn serie verder kijken. En dat is deze serie op Netflix. En toen ben ik dus net in slaap gevallen op de bank. Maar ik heb wel lekker geslapen even, moet ik zeggen. Dus nou, ik zal het maar nodig hebben gehad. Ik ga dus nu wel gelijk mijn bedje in. Ik wil je wel heel erg bedanken voor het kijken. Vergeet je niet te abonneren. Laat natuurlijk even een duimpje achter en een leuke reactie. En dan hoop ik je morgen weer te zien. Doei doei!